Het is misschien niet slecht om eens uit te leggen wat ik zelf doe dag, dagelijks, om mijn energie te blijven behouden en om goed gedoseerd te leven, meer te leven op eigen tijd en tempo. Het is enkel zo dat ik voel dat ik terug kan leven zoals ik wil leven, maar ik heb ten eerste wel aanvaard dat ik op een ander ritme moet gaan leven en dat duurt een tijdje. Hè. Eerst aanvaarden dat je een zogezegd beperking hebt door in energie. En het is pas als je daarnaar kan leven en je daarnaar gedraagt en de middelen vindt die ten eerste toegankelijk zijn en ook inzetbaar zijn dag, dagelijks en waarbij je geen weerstand hebt om het te doen, dat je het kan volhouden. Het is eigenlijk zoals een opstarten van een dieet. Uh, of een andere leefstijlgewoonte aankweken. Dat is met die hetzelfde. Eerst aanvaarden dat je echt wel beter moet zorgen voor je lichaam. En dan ernaar handelen. Zelf doe ik dag, dagelijks mijn ademhalingsoefeningen. En dat kan elke dag verschillend zijn. Soms is dat een hartcoherentie. Soms met of zonder biofeedback. Het is elke avond sowieso, als ik in mijn bed lig, een yoga-nitra. Gewoon omdat ik dat zelf aanvoel. Dat mijn... Mijn systeem, mijn lichaam daar heel veel door ontspant. Maar bijvoorbeeld zoals ik hier nu zie op de foto, dat is enkel voor de foto, zo zal ik eigenlijk nooit echt uh, mediteren. Voor mij is mediteren echt ontspannen gaan liggen of ontspannen gaan zitten. Eventueel, nee, eventueel altijd met oortjes in als ik iets beluister. Uh, en gewoon regelmatig bewust naar mijn ademhaling toe gaan. Dat zie ik niet als een oefening. Maar regelmatig heel even gaan zitten, eventueel mijn ogen sluiten en dan heb ik het maar over één minuutje en voelen, oké, okay, hoe zijn mijn schouders, hoe gespannen zijn die? Hoe ben ik aan het ademen? Ben ik met de borst of met de buik aan het ademen? Hoe is mijn gezicht, is dat gespannen of kan ik daar een klein beetje mijn kaken ontspannen? Kan ik het ritme een beetje rustiger krijgen en zien dat ik niet te diep aan het ademen ben? Waar mijn ademhaling een klein beetje verzachten. Een beetje rustiger laten inademen en ontspannen uitademen. En zo één minuutje stilstaan met je ademhaling. vraagt weinig tijd, misschien een klein beetje discipline, maar op den duur wordt dat een gewoonte. En ga je voelen dat dat enorm deugd doet en dat, dat je batterij absoluut kan opladen gedurende de dag. Ik ga slapen elke nacht met miotape. Misschien geen zicht, maar dat trek ik me niet aan, want het helpt. Het helpt om te slapen met je mond toe, zodat je enkel met je neus kan slapen. Met, met je neus kan ademen bedoel ik. Ademen met je neus gedurende de nacht gaat ervoor zorgen dat je minder koolzuur verliest. Heel dat verhaal leg ik uit tijdens deze online cursus. En zelf gebruik ik die tape nog elke dag. Als je daarmee start, stel ik voor om het eerst overdag eens uit te testen. Een uur, een paar uur. En kijk eens ook hoe je kind, als je een kind hebt, hoe die aan het ademen is. Want het is belangrijk dat ook kinderen leren om terug met de neus te ademen. Zoals we vroeger als baby deden. Ik neem ook elke avond, niet elke avond, maar ik gebruik wel elke dag mijn magnesiumproducten. En ik neem bijna elke avond in mijn geval. En magnesiumvoetbad. Hoeft niet elke avond, maar ik vind dat ongelooflijk ontspannend. Dat wil zeggen, ik neem gewoon een kom met water. Ik doe daar drie handjes vol magnesium in. En als het koud is, doe ik warm water. Als het warm is, doe ik koud water. Maar gewoon al het ritueel van de avond zo af te sluiten. Uh, het geeft u bijkomend zachte voeten, is maar een klein detail, maar het geeft u vooral een betere slaap. Overdag gebruik ik dan de olie, die staat rechts op de uh, op de foto. En die olie is heel gemakkelijk aan te brengen. Ofwel op je tandenborstel morgens. ofwel gedurende de dag even op je buik wrijven of onder je voeten spuiten. Dus magnesium is wel een mineraal dat ik echt elke dag bijneem. Um, samen met vitamine D in de winter, omdat wij dat tekort hebben. We wonen iets te ver van de evenaar. Vitamine D neem je op via de huid. Dus dat is ook wel belangrijk, zeker als je een vermoeidheid hebt dat je niet kan verklaren. Bekijk ook eens jouw vitamine D, zeker in de winter. Wat erbij hoort, is bewegen. En eigenlijk 20 minuten matig intensief bewegen per dag is voldoende. Het hoeft niet altijd ellenlange wandelingen te zijn of een hele harde cardio-training. Het is de regelmaat die telt. En het is... Veel beter om gedurende de dag ook af en toe is recht te staan, je te rekken, een korte wandeling te doen of een keer op en af te stappen. Want een hele dag zitten, zitten is het nieuwe roken. Dus probeer dat lichaam, ook al is het vermoeid, maar toch regelmatig, zeker één keer per uur, in een bepaalde ja, beweging te krijgen. Men Favoriete product naast de magnesium is de Shakti mat. Het, is een beetje een, het lijkt een vakermat dat, uh, dat het heel veel pijn doet, maar dat valt wel heel goed mee. Een Shakti mat is een mat waar ik op ga liggen tijdens mijn meditaties. En de bedoeling is dat je met je blote rug er gaat op liggen. Ik, zet, ik leg mijn matje op mijn bed. Niet rechtstreeks rechts op de grond, kan je wel doen. Maar voor het comfort vind ik het wel aangenamer om het matje op, de, op het bed te leggen. En na een twintigtal minuten ga je eraf gaan en dan ga je zien dat je rug heel rood ziet. Het duurt niet zo lang, een paar ja, een vijftal minuutjes. Maar er is een doorbloeding ge geweest tijdens die twintig minuten van je spieren. En met ademen alleen kan je niet altijd tot die echte spierontspanning gaan. Dat kan je heel fel bereiken met dit matje. Er is ook een hoofdkussen bij, of je kan het afzonderlijk uh, bestellen. Deze producten zijn, uh, kan je ook vinden op mijn website, ook de magnesium. Maar het kussen zelf kan je ook apart gebruiken. Als je zegt van oh, ik heb heel veel nekpijn na, na een dag te werken of een dag bezig te zijn. dan kan je ook gewoon enkel je nek uh, met acupressuur behandelen. Want dit is eigenlijk een acupressuurbehandeling. Daar ben ik heel veel fan van. Uh, het is een matje dat bij mij eigenlijk echt met mijn dagelijkse routine. Ja, in mijn dagelijkse routine opgenomen wordt. Dit, dat is niet mijn dagelijkse routine, maar ik heb wel gemerkt, dit is bijvoorbeeld pottenbakken, niet dat ik daar zo gespecialiseerd in ben, maar probeer ook dingen in te lassen in je dag of in je weekschema, die je een bepaalde rust geven. Al is dat inderdaad gewoon met je handen in de klei zitten, of een puzzel maken, of iets doen wat je als kind misschien graag deed. Mandala tekenen, ik zeg maar iets. Het lijkt saai. Dat is het misschien in het begin ook, maar ook dat geeft rust. En als laatste, omring je met de mensen die je positieve energie geven. Je kan er heel veel aan voelen dat mensen een bepaalde negatieve energie in zich hebben of een bepaalde positieve energie. Als je kan, kies of zoek de mensen op die je niet neerhalen, maar die je naar boven halen, die je met respect behandelen, ook al gaat het momenteel moeilijk met je, maar om, probeer je daarmee te omringen. Ook dat geeft uh, de nodige goede ondersteuning en energie. Ziezo, dat is hetgeen wat ik zelf dag, dagelijks doe. Is het saai? Nee. Was het een aanpassing? Ja. Uh, mijn lichaam en jullie lichaam waarschijnlijk ook, of jullie geest, wilt altijd wel meer en sneller en um, ja, ongeremd en zonder te doseren. Maar een lichaam, iedereen heeft een grens aan zijn of haar lichaam. Dus hou daarmee rekening. En mits de juiste puzzelstukken dagelijks te leggen, ga je merken dat je op den duur veel meer energie overhoudt. Als ik het kan, kan jij het ook. Dus ik wens je heel veel succes met deze tips.